Goed, we gaan naar de zaak Janssen-Steur. Want oud-patiënten van Janssen-Steur luisterden gespannen naar de eis van het Openbaar Ministerie. De oud-neuroloog wordt ervan verdacht opzettelijk diagnoses te hebben vastgesteld bij talloze patiënten. En vandaag werd de eis duidelijk 6 jaar gevangenisstraf. Aan tafel Lester Schade, jurist Imme Dros en Freddy de Haan, een van de slachtoffers ook. Meneer Haan, u heeft dat helemaal gevolgd. U bent ook voor de rechtszaak hier geweest. Was de zaak zoals u had verwacht? Ja, die zaak heeft wel aan mijn verwachtingen voldaan. Want dat lag in eerste instantie aan de rechtbank op zich. De leden die daarachter zaten, die pakten de zaak goed aan. Mm-hmm. Dan komen we bij de officier van justitie. Nou, die wist wel van doorpakken. En donderdag hebben we spreekrecht gehad. En ik moet eerlijk zeggen, ik zat op het randje met mijn spreekrecht. Hoe bedoelt u? Ja, normaal gesproken daar praat je over wat mij is overkomen en wat mijn gezin is overkomen. Maar ik had dat al 1000 keer verteld overal. Even voor de duidelijkheid, u heeft het ook hier verteld. Bij u was de diagnose gesteld Alzheimer. Ja. Helemaal geen sprake van. Er is zelfs nog sprake geweest dat u zelfmoord overwoog. Ja, niet gebeurd, gelukkig. Nee. Dat is wat het bij u heeft gedaan. Ja. En wat heeft u vervolgens gezegd in de rechtszaal? In de rechtszaal heb ik het meer over het feilen van Janssen-Steur gehad. Van wat die in mijn ogen bijvoorbeeld zijn. Ik heb terugverwezen op zijn trauma's die hij zelf had. En dat hij ons ook niet met een trauma moest opschepen. Ik heb het over gehad dat hij het waarschijnlijk deed om aan te tonen dat hij tot de beste van zijn beroepsgroep behoorde. Of om aan te tonen, in mijn ogen, dat er een dwarsverbinding lag tussen het voorschrijven van de medicijnen en de stichting waar hij deel van uitmaakte. En als laatste, nou, ik heb ook nog een keer gezegd dat ik zelf aan zijn geheugen twijfelde en dat het mogelijk was dat hij zelf maar eens die medicijn moest gebruiken die ons voorschreef. Wij waren de proefkonijnen voor hem. En het laatste heb ik gesproken over een zaak van een nou, ik wil de naam hier niet noemen, maar die ging het ziekenhuis vergelijken met een nazi-kliniek. En Janssen-Steur met dokter Mengele. Nou ja, dat gaat natuurlijk veel te ver. Je moet wel je eigen waarden en normen een beetje in acht blijven nemen. Dus ik heb echt zo om de zaak heen gebouwd. En ik moet de rechtbank nu nog bedanken dat ze me hebben laten uitspreken. Want eigenlijk mag dat helemaal niet. Eigenlijk mag u alleen over uw eigen gevoelens praten. U heeft eigenlijk als een soort van officier van justitie een pleidooi gehouden. Een requisitoren gehouden om hem veroordeeld te krijgen. Ja. En de stichting en de medicijnen gaat om verdiensten die hij zou hebben gehad. Daardoor. Ja. Laten we gaan kijken naar de uitspraak van de rechter en de verklaring daarvan. Ja. Hij heeft foute diagnoses gesteld waarvan hij wist dat hij op basis van de summiere info deze diagnose niet kon stellen. Hij heeft medicatie voorgeschreven terwijl die totaal niet geïndiceerd waren. En hij ook wist wat voor bijwerkingen die medicatie had. Voor de patiënten en hun naasten heeft het handelen van verdachten onnoemelijk veel leed veroorzaakt. Ook nu nog worden ze met de gevolgen van de keuzes van verdachten geconfronteerd. Alles overwegende acht ik een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaar onvoorwaardelijk, passend en geboden. 6 jaar onvoorwaardelijk. En daar zegt de advocaat van Janssen-Steur, maar goed, daar zie je de advocaat voor. Die zegt, de strafeis van 6 jaar is hoog en de motivering mager. Imme Drost, letselschade, jurist. Wat houdt u van dat betoog van de advocaat? Ja, kijk, van de advocaat mag je natuurlijk niet iets anders verwachten dan dat hij zegt dat het te hoog is en onvoldoende gemotiveerd. Maar je moet natuurlijk wel heel goed in de gaten houden wat er in deze zaak is gebeurd. Het gaat om 9 zeer ernstige delicten jegens voormalige patiënten, waarvan 1 zaak dood door schuld is. In die zin dat een patiënt zelfmoord heeft gepleegd na het horen van de 3e verkeerde diagnose. Dus ze had al de 3e keer dat ze iets hoorde waarvan ze dacht dat is heel erg. Het ging concreet om ALS, een aandoening waar je door verstikking om het leven kwam. En toen ze uit het ziekenhuis werd ontslagen, heeft ze zelfmoord gepleegd. En dan gaat het nog om 9 mensen die ernstige diagnoses hebben gehoord. De meeste waren Alzheimer. Iemand die is verlamd geraakt omdat hij MS zou hebben, terwijl hij een hoge partiële dwarslesie, gedeeltelijke dwarslesie had. In de rolstoel is terechtgekomen. Dat is nogal wat. En als je dat dan bij elkaar optelt, al die 9 ernstige mishandelingen, dan sta ik niet te kijken dat het 6 jaar is. We moeten wel meewegen dat
Hij kon maximaal 12 jaar krijgen. Mm-hmm. Maar de officier heeft ook aangenomen op grond van de deskundigen dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Dus het is Een narcistische stoornis heeft hij, dat is vastgesteld. Ja, en dan niet zomaar een narcistische stoornis, maar een ernstige narcistische stoornis. En uit de rapportage bleek ook dat hij eigenlijk patiënten om hem heen verzamelde, die hem op handen droegen. Het was een hele aardige man, zo kwam die ook over. En daar ging hij helemaal op kijken van wie ik ben en hoe goed ik ben. Ja, en hij noemde zichzelf ook professor. Dus het geeft wel aan wat voor narcist het was. Was dat zo, meneer De Haan, inderdaad, dat u in de tijd dat u hem nog vertrouwde en dat u dacht van, nou ja, dat is een goede diagnose van een goede dokter, dat u hem op handen droeg? Nou, op handen dragen, dat doe ik niet snel bij iemand. Maar ik moet eerlijk zeggen, in de tijd dat ik met hem van doen had, dat is een kleine 2 jaar geweest, was een aardige, wat vreemde man. Maar ja, er lopen wel meer vreemde snuiters in de ziekenhuis rond. Dus op zich is dat niks bijzonders. Dus, maar het was een aardige, wat vreemde man. En dat had meer te maken met de inrichting van zijn spreekkamer. Daar stonden allerlei cadeaus die hij blijkbaar kreeg van patiënten. Maar het hele koninklijk huis stond er op de rij. Hmm. Ja, dat verwacht je normaal in de spreekkamer niet. In hoeverre heeft hij tijdens het proces iets gezegd waardoor u aangenaam verrast was? Bijvoorbeeld door een spijtbetuiging of door een erkenning van schuld of door een verklaring? Nou, hij heeft wel zijn spijt betuigd. Maar ik was daar niet van onder de indruk, gezien zijn verdere optreden in de rechtszaal. Want hij gedroeg zich enorm arrogant. En hij liet nog verschillende keren blijken, ook in wat hij uitsprak, van dat hij het eigenlijk nog wel beter wist als die lui die over hem moesten oordelen. Mm-hmm. En die spijtbetuiging van hem, die, plat gezegd, die lap ik aan mijn laars. En hoe ziet u dat? Ja, ik ben dat helemaal met Freddy De Haan eens. Je zag dat hij, ja, hij formuleerde wel spijt. En als hem dan gevraagd werd van, ja, zou u hetzelfde weer hebben gedaan? Hè? In de tuchtzaak was hij daar heel uitgesproken in. Ja, ik zou precies hetzelfde weer hebben gedaan. En ja, als hij dat dan uitlegt waar hij het over had, dan is het onnavolgbaar. Hij had het dan niet over de ziekte van Alzheimer, dat gaf hij wel als diagnose. Maar hij legde uit dat hij een soort van pre-Alzheimer zag. 10 tot 15 jaar voordat. Hij was gewoon heel intelligent eigenlijk. Dat zei hij. Hij kon al zien voordat het überhaupt zou beginnen. Precies, daar ging het om. Ja. En dan loop je ver naast je schoenen en dan ben je natuurlijk ver van de werkelijkheid weg. En vandaag bleek ook dat hij 8 tot 10 Dormicum-tabletten nam, slaap. Tablet, dat wordt ook wel als sedatiemiddel gebruikt. Ja, als je dan nog goed kunt functioneren, ja, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Vindt u dat de zaak uiteindelijk goed is? Kijk, je praat over een van de grootste medische strafzaken ooit in de Nederlandse geschiedenis. Deze zaak. Nou, vindt u dat die zaak goed is aangepakt uiteindelijk door de officieren? Ja, als ik kijk hoe justitie het heeft uitgezocht met allerlei deskundigen, het heeft dan 4 jaar geduurd. Maar ze hebben het uitstekend gedaan. Ik heb de processen verbaal gelezen die de politie mensen hebben opgemaakt. Ik heb daar diep respect voor hoe zij het op papier hebben toevertrouwd. En als je ook keek naar de rechtbank, al die dagen dat de rechters daarmee bezig zijn, uitstekend ingelezen. Ik hoorde de voorzitter praten. Ik denk van, het kon wel een neuroloog zijn. De mensen hebben gewoon medische kennis opgedaan om deze procedure op een goede manier te volgen. Want tegenover je zit wel een arts met al zijn kennis. Diep respect hoe justitie en de rechters op dit moment zich met het dossier bezighouden. Meneer De Haan, al jaren wordt u door deze zaak achtervolgd. U zegt zelf al, u heeft het meerdere keren ook kunnen vertellen in de media, ook bij ons in de uitzending. Is deze eis voor u een afsluiting of wacht u nog echt tot het vonnis? Ik heb aan alle mensen van de pers laten weten, van de media, 11 februari is voor mij alles voorbij. Dan hoeft ook niemand meer bij me te komen. De dag van het vonnis. Dan is de dag van het vonnis, dan is voor mij alles voorbij. Dan ben ik voor niemand meer beschikbaar. Ook niet voor een kopje koffie? Voor een kopje koffie bij jou iemand ben ik beschikbaar. Ik ben via jou daar ingerold. En zo langzamerhand, ik heb gezegd, ik maak het ook helemaal af. Maar dan is het voor mij voorbij. Dat is voor de thuissituatie. Mijn zoon die leidt daar ook enorm onder. Op welke manier? Ja, die leidt daar gewoon onder. Die neem ik niet meer naar de rechtbank, om het zo te noemen. Kunt u uitleggen waarom? Jawel, ik kan wel uitleggen waarom, maar ik wil dat liever niet doen. Want als ik hem meeneem naar de rechtbank, dan geeft dat probleem. Want die heeft daar enorm onder geleden in het verleden. En dat is niet prettig. U wilt het niet over. Maar ik begrijp dat hij Jansen Steur dat je zou willen aandoen.
Wat zegt u eigenlijk? Nou, de mogelijkheid zou kunnen zijn dat Janssen Steur een verkeerde opmerking maakte, dat hij over het rek kwam om wat dingen recht te zetten. En moet u uzelf tegenhouden om dat nee. te doen? Nee. En hoe komt dat u daar zo nuchter tegen aan kijkt? Het heeft met mijn achtergrond te maken natuurlijk. Ik ben 40 jaar regisseur geweest, dus ik weet wel hoe de hazen lopen ongeveer. En ja, je weet ook de taakverdeling binnen zo'n, hoe die zaak loopt. Maandag dan horen we het hele verhaal aan natuurlijk, wat er gaat gebeuren. Ja, want Jan Steur mag nog een woord richten tot de rechtbank. Ja, wat de advocaat doet, ja, hij doet zijn werk en dat accepteer ik en dat moet je accepteren. Gaat u wel luisteren naar zijn woord? Jazeker. En bent u van plan om dan stilzwijgend te luisteren of gaat u daar toch iets van uzelf laten horen tijdens de zaak? Nee, ik ga stilzwijgend luisteren. Ik heb mijn beurt gehad. Ik heb donderdag ook mijn beste pak aangetrokken. Niet van jouw merk trouwens, maar goed. Ja. Ik vond het een leuk gesprek, maar dat is nu afgelopen. Dat begrijpt u wel natuurlijk. Heel jammer dit, maar goed. Nee, maar goed. Maar ik heb mijn beste pak aangetrokken en ik ben echt gaan staan van het is vandaag voor ons de dag dat je de enige keer dat je wat zeggen mag. En ik heb het op een manier gedaan waar ik 100% achter stond. En zonder rare dingen te doen, want dat heeft geen zin in de rechtszaal. En trouwens hadden de rechters ook niet toegelaten, dat weet ik zeker. Maar mijn beurt is geweest en je luistert dat aan. En wat ik denk, ja, ik heb wel vaker met pedofielen van doen gehad in mijn werk. Dan mag je ook niet vragen wat je denkt. Dan blijf je ook netjes. Je werk doen. Je werk doen. Wat denkt u dat hij zal zeggen in zijn verdediging? Ja, we krijgen eerst nog het pleidooi van de advocaat. En dan nog een keer rondje re en dupliek. Wat hij in zijn in zijn laatste woord zal zeggen, weet ik niet. Maar als ik hem zou mogen adviseren, dan zou ik gewoon spijt betuigen. Oprecht spijt betuigen. En dat is er over zijn lippen nog niet gekomen. De rechter heeft het een aantal keren geprobeerd, en de officier ook. Van zeg nu hoe je erover denkt en bied nou excuses aan. Maar hij krijgt het niet over zijn lippen. Ja, hij zegt dat in een hele mooie taal. Het klinkt als, maar het is het net niet. Hmm. En ik moet zeggen dat de vorige keer heb ik hier verteld dat ik ook een patiënt van hem ben geweest. Uitermate tevreden overigens, dat was in de jaren 80. Maar ik had hem hoog als mens. En dat wil ik ook zo houden, want je moet toch een onderscheid maken tussen de mens Janssen Steur en de dader die voor zijn daden terecht staat. Maar de mens Janssen Steur heeft wel afbreuk aan mij gedaan. Door de houding, door de leugenachtige houding die hij aannam. En door gewoon niet de waarheid te vertellen. Bijvoorbeeld bij de tuchtzaak zei hij, toen hij door neurologen werd ondervraagd, ja, hoeveel dormicum nam u nou? Ja, maximaal 4. Maar dat bleek gewoon dat hij er 8 tot 10 nam. En dat zien we natuurlijk allemaal. Per dag. Per dag. Als u er één neemt, als wij er één nemen... Dan slapen we de hele uitzending door. Dan slapen wij de hele uitzending... Wat zeg ik? We worden morgen bij de uitzending worden we weer wakker. Kortom, ongelooflijk. En als je dan niet de waarheid vertelt, ja, dan merk je dat. Dan merk je dat ook aan de patiënten. Dan is het niet oprecht. En daarmee doet hij zijn eigen zaak ook geen goed. Heeft hij eigenlijk nog vermogen? Voor zover je weet. Ik weet het niet, maar geld. Wat we wel weten is dat hij ook strafrechtelijk vervolgd wordt voor verduistering van ruim 88.000 euro, wat hij uit die Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft gehaald. En dat heeft hij, toen er beslag werd gelegd bij hem, heeft hij dat direct terugbetaald aan de stichting. Hoe staan uw cliënten ervoor? Want straks hebben we een vonnis. Ik kan er nog niet van uitgaan dat hij wordt veroordeeld. Dat moet de rechter beoordelen, straks op 11 februari. Ja. Maar stel dat dat gebeurt. In hoeverre willen uw cliënten ook financiële genoegdoening? Nou, in principe is het zo dat de zaak is veel groter dan de 9 mensen die op de dagvaarding staan. Ik vertegenwoordig 120 mensen die een civiele claim hebben ingediend. En het grootste gedeelte is daarvan al afgewikkeld. 85 mensen. In de strafzaak van de 9 mensen die meedoen, hebben 8 mensen al een schadeloosstelling gehad. Alleen de nabestaanden van de mevrouw die zelfmoord heeft gepleegd, daarvan is nog geen aansprakelijkheid erkend. En daarvoor heb ik in de strafzaak ook een eis tot schadevergoeding neergelegd. Meneer Haan, nog één ding tot slot. Uw nachtrust is heel goed, hè? Dat vertelde u laatst ook. Is dat nu nog steeds goed tijdens zo'n rechtszaak? Jawel, alleen de nacht van woensdag op donderdag heb ik slecht geslapen. Want dan bood de spanning zich toch op. Ik had het verhaal wat ik vertelde, had ik in mijn hoofd zitten. Maar ik ben woensdagavond toch nog even achter de schrijfmachine gaan zitten. Om het verhaal op papier te zetten. Ik was veel te bang dat de rechter mij zou afkappen. Maar kon ik het in ieder geval in de pers uitdelen. Dan wist hij zich wel wat ik wilde vertellen.
Dus dat heb ik wel gedaan. En wat die schuldvraag waar meneer Drost het over had. Als hij de schuld zegt, ja, ik heb spijt over de spijtvraag. Dan zei hij nooit, ik heb spijt. Ja, wij hebben hè, ja, altijd ja. In de meervoud. Nooit over zichzelf. Hè, dat deed hij niet. En dat is irritant. Ja, dat is irritant. Maar goed, ik heb zoveel dingen gezien wat irritant was. Dat kun je niet meer wakker van liggen. Ik wens u sterkte bij zijn slotwoord. En op naar 11 februari. Dank u wel, beiden, voor het verhaal.